Welkom bij Zentijd. Ik ben Angelique en de komende minuten heb ik een korte mentale workout voor je. In deze oefening gaan we rustiger worden door te kijken naar je gedachten. Ga er even lekker voor zitten, dat je gewoon even comfortabel zit. En misschien heb jij dit ook wel eens, dat je gedachten hebt waarin dingen nooit goed genoeg zijn. Zoals de gedachte, ik moet het beste uit deze tijd halen. Of, mijn leven had er nu anders uit moeten zien. Of misschien wel, ik ben geen goede moeder of ik ben geen goede vader. Dat zijn allemaal overtuigingen die waarschijnlijk niet waar zijn, maar die wel voor heel veel onrust in je hoofd zorgen. Zelf heb ik bijvoorbeeld regelmatig de overtuiging dat ik niet hard genoeg werk. Dat ik echt wel een beetje meer zou kunnen doen. En dat iedereen om mij heen die ziet dat ook. Terwijl, als ik gewoon heel eerlijk ben, ik werk al best wel hard, dus daar ligt het niet aan. Zo'n overtuiging kan je ontzettend in de weg gaan zitten. Ik word er bijvoorbeeld heel erg onrustig van, omdat elk moment als ik op de bank aan het chillen ben, vind ik dat ik eigenlijk meer had moeten doen. En uiteindelijk ga je je dan steeds slechter voelen en je gaat niet echt meer genieten van de dingen die je anders zo leuk vindt. En het is ook gewoon onnodige stress, bovenop alle andere dingen die al stress veroorzaken. En in deze workout wil ik je meenemen naar hoe je jezelf minder kan laten beïnvloeden door dit soort gedachten en overtuigingen. En daarvoor gaan we even in een relaxte modus zitten. Dus ga rustig op je stoel zitten of op de grond. Je mag met je voeten over elkaar, je voeten op de grond zetten. En sluit nu je ogen. En als je dat niet prettig vindt, kan je gewoon even naar een neutraal punt op de grond kijken. Dan gaan we even inademen door de neus, waarbij je tot 4 telt. En daarna adem je weer uit, tel je ook tot 4. In door je neus, uit door je mond. Dus in. En uit. Dat gaan we nog even herhalen, gewoon zodat je je extra rustig voelt. Inadem je door je neus, 4 seconden. En uit. 1, 2, 3, 4. Dat doen we nog 1 keer. In door je neus. 1, 2, 3, 4. En uit. 1, 2, 3, 4. Laten we even een kijkje nemen naar jouw overtuigingen. En dan gaan we rustig de tijd voor nemen. Dat kan bijvoorbeeld zijn, ik werk niet hard genoeg. Of, ik moet beter leren omgaan met mijn partner. Of, zoiets kleins als, ik kan eigenlijk helemaal niet koken. Heb je er een? Oké, denk dan even na over, of beter gezegd, voel dan even. Wat zijn jouw gevoelens als je aan deze overtuiging denkt? Aan deze gedachten? Als je denkt aan, ik kan dit helemaal niet, voel je je dan boos op jezelf? Ben je teleurgesteld in jezelf? Of maakt het je verdrietig dat je er zo over denkt? Elk gevoel is oké. Kijk gewoon even voor jezelf of je kan bepalen welk gevoel bij die overtuiging hoort. Open dan nu je ogen en ga rustig staan. En als je niet kan staan, kijk dan of je je voeten even kan bewegen. En als dat ook niet lukt, kijk dan wat je wel kan bewegen. En ik zeg er alvast bij, dit kan misschien een beetje onwennig voelen. Of dat je denkt, wat is dit nou weer voor raars? Als je denkt, ik wil helemaal niet staan, voelt raar. Blijf dan gewoon zitten en gebruik je voeten. En dan gaan we even kijken naar die overtuiging die je net in gedachten hebt genomen. Dus pak die overtuiging en stel je voor, beeld het je helemaal in je hoofd. Stel je voor dat je een grote vuilniszak hebt. En die overtuiging van net, bijvoorbeeld, ik kan dit helemaal niet, die gooi je in die vuilniszak. Dus stel je voor dat je die overtuiging in die vuilniszak gooit. Mentaal maak je een knoop in die vuilniszak en daar in die zak zit jouw overtuiging. En dan pak je de zak, ga opstaan als dat lukt en stamp je er keihard op. En dit is een beetje een oefening waar je dus fysiek kan zijn, maar doe alsof die zak voor je ligt op de grond en stamp letterlijk fysiek met je voeten op de grond. En als je buren er geen last van hebben, doe dat dan zo hard als je kan. En waarom? Omdat je dan even die energie van die overtuiging helemaal in die vuilniszak kan laten gaan en helemaal kan laten verdwijnen. Dus ik hou even mijn mond dicht. Ga jij ondertussen even flink stampen. Stamp met je voeten. Als je aan het staan bent, dan mag je gewoon helemaal lekker erop springen en losgaan. En nu je dit even hebt gedaan, geef met die zak bijna kapot. Dan pak je hem denkbeeldig op en doe je even. Dan mag je ook met je hele lichaam doen als dat fijn voelt. Zwaai je hem even denkbeeldig over je hoofd en pam, gooi je hem gewoon helemaal weg. Dat is even een opluchtingmoment. Deze overtuigingen en deze gedachten die alleen maar voor onrust zorgen, die heb je gewoon even helemaal weggegooid. En waarschijnlijk was die overtuiging ook helemaal niet waar. Want je bent een goede moeder. En je mag echt wel even rusten. Want je werkt hard genoeg. Je bent gewoon helemaal oké. Dus nu je dit hebt gedaan, nu je even fysiek bent bezig geweest, kom weer even aan in het moment. Ga rustig zitten. En adem weer even rustig in en uit. En door te kijken naar welke gedachten jou belemmeren, kun je zien waar de onrust vandaan komt. En soms maak je je zo druk om iets dat eigenlijk gewoon een gedachte blijkt te zijn die helemaal niet waar is. Of een overtuiging die je zelf hebt verzonnen of die iemand je ooit heeft ingepraat. Door even letterlijk gewoon dit probleem weg te stampen, kom je ook los van deze gevoelens en is er zo meer rust in de onrust. Tof dat je hebt meegedaan. En laat even een reactie achter in de comments. En ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En wil je nog meer rust in de onrust vinden? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende workout.